De voetballers van Flevo Boys uit Emmeloord gingen gisteravond op bezoek bij OJC in Rosmalen. Een belangrijk duel voor hoofdklasse Flevo Boys in de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker. Wint het van OJC, dan kan het zomaar Ajax, PSV of Feyenoord treffen. Met hier de eerste kans voor OJC, maar Roel van der Zanden schiet die bal over. OJC komt hier ook op voorsprong. Guus Habraken en een schitterend schot en Faris Mesut is kansloos. Wat een zondagsschot, onhoudbaar voor de doelman die Rodney Roosink vervangt, die op vakantie is. En na rust zijn de Emmeloorders een stuk sterker. Met hier Timon Roraya, maar keeper Tinus met de redding. En dan weet Flevo Boys dat het nog een kansje heeft op de gelijkmaker. En die komt hier ook via Frank Post. 1-1 en de belangrijke treffer voor de Emmeloorders. Dan zitten we in de 90ste minuut en dan OJC weer in de aanval. Diego Meerveld, bal op de paal en zo blijft het 1-1 en dus gaan we verlengen. En in die verlenging een zeer discutabel moment, want let op, Meeuwtje met het schot, maar zit hij erin of niet? Moeilijk te zien vanaf deze kant en scheidsrechter Bronsveld laat in eerste instantie doorspelen. Maar fluit dan alsnog en loopt naar zijn grensrechter. En die zegt doelpunt en dus feest bij OJC. Maar er is geen VAR, niemand die zeker weet of die bal wel of niet over de lijn is. En in de herhaling is het ook moeilijk te zien. Maar de 2-1 zorgt er wel voor dat Flevo Boys geknakt is. En in de tweede helft van de verlenging loopt OJC uit naar 3-1. Hier aanvoerder Jesse Dibberts. En die beslist het duel. Over en uit dus voor Flevo Boys. Zeker als het ook nog 4-1 wordt via een strafschop. Flevo Boys dus uit het bekertoernooi, waarbij vooral de 2-1 voor de nodige discussie zorgde. Ja, ik kan het zelf niet zien, maar voor mij was het echt geen doelpunt. Hij valt zo ver terug het veld in. Dat kan bijna geen doelpunt zijn. Als je hem onderkant laat raakt en binnen de lijn, dan valt hij wel terug in het veld, maar niet zo ver. Dat kan niet.